Een gestolen vrachtwagen heeft vannacht voor een ravage gezorgd in de Samuel de Langestraat in Gestel. Rond 2:30 scheurde de vrachtwagen door de straat en daarbij raakte hij minstens 13 geparkeerde auto's, 2 lantaarnpalen en een verkeersbord. De bewoners zijn ontzettend boos dat dit heeft kunnen gebeuren. Wat wij in eerste instantie zagen was in een bak ellende op straat. Iedereen, alle auto's waren beschadigd, de buurt liep allemaal overhoop. Iedereen was even verbijsterd over de schade die wij hier gezien hebben. En nog, het is normaal mens kan dat niet bevatten. Tenminste, ik zelf nog steeds niet. Die iemand zoiets doet en dan gewoon wegrijdt. Ik kan er niet bij. Iedereen stond gewoon van heel de straat naar buiten. Heel veel auto's geraakt, lantaarnpalen op de grond. En ik weet het allemaal niet. En die was weg, die gast die aanreed. Het ligt van een kleine schade, maar er zijn ook mensen bij die hebben bijna niks. En daar is de auto van in elkaar. Ja, en die komen gewoon in de dikke ellende te zitten. Die hebben die auto nodig voor de kinderen naar school te brengen, voor naar het werk te gaan. Ja, en die hebben nou niks. En ja, op wie kunnen ze het verhalen? Jammer tekort achternaam ben ik bang. We hebben net alweer een gevalletje van mensen die kregen van de verzekering al te horen van nou, je krijgt niks. Ja, wat moeten die mensen doen? Bij wie kunnen die aankloppen? Dus die mensen die snijden eruit, die zijn zo in de vingers gesneden, die hebben niks meer. Die moeten nou echt gaan verzinnen van hoe ga ik dat doen. En als je niks hebt, ja, wat moet je vandaan halen? Banken staan ook niet meer klaar om een autootje uit te regelen voor. Dus hier wordt niemand beter van. Helemaal niemand. Je wordt er echt niet vrolijk van. De bewoners van de Samuel de Langestraat klagen al langer bij de gemeente dat het straatje volgens hen te smal is voor het vrachtverkeer. Volgens mij flipt die gast helemaal door. Want hij stond, daar kan je niet in. Als je daar in komt, kom je daar eigenlijk niet meer uit hier. Zonder die smalle straat. Dus, en is het, je hebt al heel veel verkeer hier. Nou, sinds die weg opbreken. Het loopt hier uit spuien gehad. We hebben hier grote melkwagens, betonmeesters, alles in die straat gehad. En van de week liep het gewoon echt spaak op een gegeven moment, school vrijdag al. Touringcars, alles zat hier in die straat. Ja, dat werkt niet. Daar is een straatje niet op gebouwd. Dat is een 30 kilometer straatje en daar is eigenlijk al te hard. Een simpel klein straatje, daar moet allemaal niet met dat verkeer erin willen. En helaas, ja, het is weer deppen naar het bloeden zeker al. Maar ze zijn nu dus ondertussen begonnen met een alternatieve route op te zetten. Alleen ja, nogmaals, deppen naar het bloeden. Want een hele hoop mensen, 17 stuks, die zitten nou met een hoop administratieve schade. En ziet allemaal maar te regelen via politie en misschien een waarborgfondsje. Maar ik heb er een hard hoofd in. De vrachtwagen is een paar uur later teruggevonden op de Locatellistraat. Maar van de bestuurder was toen geen spoor meer te bekennen. We hebben ook ontdekt dat deze vrachtauto kort daarvoor gestolen is in Tegelen in Limburg. Dus we hebben wat te onderzoeken wie de bestuurder is geweest. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt buren, maar ook andere getuigen om zich te melden als ze die nacht iets opvallends gezien hebben.